Suriname staat op het punt om Jodensavanna op de UNESCO werelderfgoedlijst te krijgen. Het nominatiedossier van Jodensavanna en de Cassipora Creek is gereed en zal ter goedkeuring worden ingediend bij het Werelderfgoedcomité van de UNESCO. Stichting Jodensavanna heeft hiervoor reeds een exemplaar overhandigd aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit ministerie zal het verzoek voor goedkeuring officieel sturen naar de UNESCO. Harold Selbing, voorzitter van Stichting Jodensavanna, hoopt dat de plaatsing van Jodensavanna op de werelderfgoedlijst op de volgende vergadering van het Werelderfgoedcomité ter sprake komt. We rekenen erop, zou ik zo zeggen, dat in de vergadering van het Werelderfcomité van 2023 dit in behandeling wordt genomen en goedgekeurd wordt. Voordat het wordt goedgekeurd, wordt er een inspecteur aangewezen, waarschijnlijk iemand van ICOMOS of ICOMOS, en die komt naar Suriname toe, waarschijnlijk volgend jaar, om een inspectiebezoek te brengen en om te kijken als wat we geschreven hebben, als het allemaal wel klopt. Heel spannend. Maar we hebben nog wat ruimte om de gebreken waarvan we zelf al voldoende kennis hebben, weten waar de manco's zijn, om die voordat de inspecteur hier is op te lossen, hè? En maatregelen te treffen. De Stichting Jodensavanna is in de tussentijd bezig exemplaren te geven aan diverse belanghebbenden in Suriname. De stichting wil dat het nominatiedossier door zoveel mogelijk mensen wordt gelezen. We brengen u een fragment van de overhandiging aan architect Philip Dikkeland, die jarenlang technisch adviseur is geweest van de stichting. Philip, dit willen we namens de Stichting Jodensavanna aan jou overhandigen voor je jarenlange inzet ten behoeve van Jodensavanna. Je bent een paar jaar terug, een paar jaar ben je technisch adviseur geweest van de stichting en je hebt bergwerk verzet, ook wat het historisch gedeelte betreft. En vandaag is het moment waarbij we het werk van jaren aan je willen overhandigen. Nogmaals dank namens de Stichting Jodensavanna. Daar dank ik je heel hartelijk voor. Maar degene die het meeste werk hieraan heeft verzet, dat ben jij zelf natuurlijk. Want ik ben al een jaar of 8 niet meer nauw betrokken bij de Jodensavanna. En het is juist in die tijd geweest dat dit werk echt op zoom is gekomen. Daarvoor is er wel veel gebeurd, maar niet zoveel in de richting van de bescherming door de UNESCO als werelderfgoed. Toen waren we nog bezig met de nationale bescherming, die was toen nog niet rond. En we waren wel bezig met inventariseren. Het was een ontzettend leuke tijd en jullie zijn keihard doorgegaan. En dit is het resultaat. Onderwijsminister Marie Leevens nam samen met het nominatiedossier het boekwerk Jodensavanna Archaeological Site in ontvangst. Ze beloofde het nominatiedossier zo snel als mogelijk op te sturen naar Parijs, waar UNESCO zetelt. Hierna moet er immers veel lobbywerk verricht worden om de nominatie door te drukken. Ze gelooft dat Suriname een vertegenwoordiger in Parijs nodig heeft om het lobbywerk voor ons te doen. ATV zendt vanavond om 8:30 via 12.3 de documentaire Jeruzalem aan de rivier, 50 jaar Stichting Jodensavanna uit. De herhaling is op zondag 26 december om 5:00 'smiddags via 12.1.